hier op de Hoge Recht mag 2 weken lang gegraven worden. Of er soms nog iets te vinden is van de Romeinen. Want het vermoeden na een proefgleuf was dat dat zo is. We hebben zeker wat gevonden, heel veel zelfs. Resten van 2 boerderijen, waarvan 1 met een potstal. Hier op het vlak ziet u bijvoorbeeld ook die verkleuringen. En die verkleuringen zijn eigenlijk sporen van vroeger. En hier op het vlak centraal vind je nog die zwarte vlek die je daar ziet als een haardkuil. Dus daar hebben ze wellicht in de Romeinse tijd een haardje gestookt. Het vondsmateriaal dat we gevonden hebben bestaat voornamelijk uit het aardewerk. Heel veel scherven. En die dateren de vindplaats ook wellicht aan het einde van de 2e eeuw en doorlopend tot in de 3e eeuw. Dus heel lang geleden, ja. En wat zouden die mensen hier te zoeken hebben gehad? Was hier water? Was hier vruchtbare grond? Er is hier in Brabant volgens mij alleen in het westen vruchtbare grond te vinden en verder nergens. Dat is een heel goede vraag. Die boeren hebben zich hier gesetteld omdat je hier droge en relatief vruchtbare gronden hebt. Dit was eigenlijk het beste plekje van Beekendonk, ja. Wat hebt u daar allemaal in die... Hier hebben we een aantal vondsten die we gevonden hebben. We hebben veel meer dan dit. Dit is een heel kenmerkende Romeinse dakpan. Hier heb je in dit zakje zit een slijpsteen. En je ziet, is helemaal een soort van gepolijst. Dus hier hebben ze waarschijnlijk messen aangeslepen in die tijd. En iets gevonden in de vulling van een Romeinse kuil. Dan hebben we de oudste vondst, die dateert niet Romeins. Dus we hebben ook eigenlijk een indicator voor bewoning uit de late ijzertijd. Dus de periode voor de Romeinse periode. En hier, een blauwe dit steen. Is geen blauwe steen, maar dit is glas. En dit is de restant van een glazen armband. Mevrouw Hoornik, had u het verwacht dat er hier zoveel gevonden zou worden en zo oud? Op zich hadden we het wel verwacht. Wij maken eigenlijk een soort van kaarten bij de gemeente waar we kunnen zeggen op basis van het landschap van hier zit wat en hier zit niet. We hebben hier ook in de buurt al enkele opgravingen gehad waar wat uitgekomen was. Dus als archeoloog zijnde hoopte ik wel stiekem van volgens mij hebben we hier wel weer iets te pakken. En dat kwam uit? Ja, dat kwam zeker uit. Dus heel mooi om te zien hoe hier vroeger toch mensen in de Romeinse tijd hebben gewoond. Mark Verhoeven, u zit op deze graafmachine en ja. U bent specialist in graven op dit soort terreinen, archeologisch. Ja. Wat moet je dan extra kunnen? Ja, ervaring. Ervaring is dat is gewoon door de jaren heen. Dan zie je steeds meer. Ja, dan kun je zelf ook wel zeggen, oké, dat is wel belangrijk of niet belangrijk. Dan doe je eerst de teerladen eraf, dat hebben we hier ook gedaan, dat kun je hier ook zien. Dan doen ze het vlak aflopen. En wat zie jij dan als machinist? Zie je ook al van... Ik zie de sporen allemaal wel komen. Ja? Ja. Want ik zit er bovenop eigenlijk, dus ik zie ze eigenlijk bijna altijd eerder dan hun. Precisiewerk met zo'n grote machine, knap hoor. Hoeveel zijn er van jou? Wij doen dit met z'n tweeën. En in Nederland, hoeveel zijn er? Die kun je op 1 hand tellen eigenlijk. Ja, daar zijn er niet veel. Maar wij pakken hier Nederland dan. Of ja, in ieder geval Brabant, Limburg. Een stukje Gelderland tot Nijmegen, zo een beetje. En dan Vlaanderen doen we ook. Dus best wel een groot gebied. Als ik jou zo zie, duurt het eindeloos voor je. Heel voorzichtig. Ja, zodat ze hier goed zichtbaar is inderdaad, ja. Want soms heb je hier de ondergrond is van de gele zand. En dan wil je natuurlijk niet zo op je sporen hebben die donkerder zijn. Mm-hmm. Dus dan moet je goed je schep altijd schoonmaken en goed afsteken. Waarom heb je daarvoor gekozen in de tijd om met zo'n schep heel voorzichtig af te graven? Ik bedacht om mijn 8e van dit wil ik doen. Mijn vader had een volkstuintje en daar vonden we altijd scherven in. En dat vond ik helemaal schitterend. En mijn opa en oma hebben ook een keer meegenomen naar het Romeins Museum. En de hele wereld ging voor me open. En vanaf toen heb ik besloten van ik wil archeoloog worden. En dan is het hier smullen natuurlijk. Ja, natuurlijk. En ook omdat we hier natuurlijk Romeinse vondsten hebben. Dat is helemaal schitterend.